Wat je al wel ziet, is dat er heel veel meer leven eigenlijk al op dit land is. Ik ben Remy van Beekum en we zijn hier in Eekst, in onze tuin die we de Hommelgaard hebben genoemd. En dit was een schapenweide en de afgelopen 3 jaar zijn we dit aan het omvormen tot een voedselbos. Nou, de afgelopen 3 jaar hebben we natuurlijk flink droge zomers gehad en we zitten hier op arme zandgrond. Dus als het even droog is, is die ook echt heel droog en daar hadden onze planten heel veel last van. Dus we zijn begonnen met het afkoppelen van het regenwater van ons dak. Een groot deel van het water gaat via een buis vanaf ons huis onder de grond door en komt hier in deze wadi terecht als het regent. En dat werkt eigenlijk heel simpel. Het is een buis, het is een gat en daar stroomt vol met water als het flink regent. En in de uren daarna trekt het eigenlijk de grond in, zodat het de plant hier omheen voedt. Bijvoorbeeld deze els is misschien wel een leuk voorbeeld. Het is een vochtminnende plant die het hier normaal niet zou doen. En doordat hij bij de wadi staat, doet hij het wel. Als je tijdens een hele warme periode in een bos bent, dan zie je dat de bodem van het bos eigenlijk nog best wel vochtig is. En eigenlijk proberen we dat hier versneld ook voor elkaar te krijgen. Dus we hebben hier een hele dikke laag, ik denk 15 centimeter houtsnippers neergelegd op dit hele stuk. Om dat versneld voor elkaar te krijgen. Dat bouwt eigenlijk heel veel organisch materiaal op waar allerlei micro-organismes en wormen een soort humus van maken. En dat werkt als een enorme spons. Dus als het regent, dan kan dat duizenden liters water eigenlijk in de bodem vasthouden. Die anders zou wegspoelen. We wonen hier nu 3 jaar, dus dat is nog pril. Je ziet dat de meeste fruitbomen bijvoorbeeld nog niks opleveren. Dat kost gewoon meer tijd. Wat je al wel ziet is dat er heel veel meer leven eigenlijk al op dit land is. Het stikt hier van de vogels, van de bijen, van allerlei andere insecten. En je merkt dat er een soort kringloop aan het ontstaan is. Dat planten elkaar voeden en dat het allemaal gezonder begint te worden. En we eten steeds meer uit de tuin. Als je in de stad woont, kun je een paradijsje maken voor jezelf en voor de insecten. Ik ben Mike en we zijn hier in Assen-Oost in mijn natuurtuin. Ik ben natuurtuinontwerper al 35 jaar en mijn tuin is mijn paradijsje. Ik heb het precies zo ingericht als ik het leuk vind. Met heel veel plek voor bloemen en wilde dieren. Heel veel insecten en vogeltjes. En, daar word ik blij van. Ja, dit is de situatie zoals ik hem bijna aantrof toen ik hier net kwam wonen. Er zat nog een hele dikke coniferenhaag in het midden. Maar dat vond ik helemaal niks. En gelukkig de buren ook niet. Dus toen hebben we snel een nieuw ontwerp gemaakt. En dat zie je nu achter ons, hoe het geworden is. De natuurtuin is hartstikke leuk, maar er zitten ook dieren in die je misschien wat minder leuk vindt of ander soort overlast. Hier kan je heel mooi zien wat de spreeuwtjes doen op de grond. Nou, is niet zo netjes, maar het levert wel een gezinnetje op met 3 jonge spreeuwtjes in het kastje hierboven. Je kan natuurlijk denken van je hebt voor een natuurtuin een hele grote tuin nodig, maar je kan ook helemaal in het kleine beginnen met kleine stapelmuurtjes of gewoon een nestkastje is al voldoende om vogeltjes of hommeltjes te hebben. En een insectenhotelletje is ook zo neergezet. Als je goed denkt aan nectar,
planten, zodat de insecten ook wat te eten hebben. Daar heb je niet veel ruimte voor nodig.